voorzitter, meneer de minister, collega's en vooral voor de voorzitter. Stilstaan is achteruitgaan. En zeker op het gebied van technologie, als je daar eentje daar begint een achterstand te krijgen, dan gaat die alleen maar vergroten. En we hebben het in de septemberverklaring gehoord en ik heb het zelf ook in mijn tussenkomst aangebracht. Wij willen met Vlaanderen een slim Vlaanderen zijn. En de essentie van slim zijn betekent dat je altijd zorgt dat je een stapje voor bent op al de rest. Dat je zorgt dat je in je ontwikkeling altijd weet waar je naartoe wil en ook die ontwikkeling in gang zet en altijd zorgt dat je net iets verder staat dan uw concurrenten, dan de andere maatschappijen, dan de andere in de economie is dat dan, of dan de andere landen in de wereld. En in die zin, zeker met betrekking tot digitalisering, zien we een hele grote evolutie op ons afkomen. We zien heel wat ontwikkelingen in de bedrijfsbeheren. We zien het Internet of Things, waarbij alles met elkaar verbonden zal worden. We zien ook, zoals de collega ernaar verwezen heeft, in het bestuursveld, bij overheden, heel wat ontwikkelingen op ons afkomen. Het zal in de toekomst anders zijn om een huis te gaan kopen. Het zal anders zijn om te gaan winkelen. Onze mobiliteit zal er anders uitzien. Het zal anders zijn over de gezondheidszorg. Met de gezondheidszorg, een ingeplande chip zal er kunnen voor zorgen dat de voorzitter nog 5 à 10 jaar langer mee kan. Dat dat een goede zaak is, laten we in het midden. Maar in elk geval, al die zaken komen op ons af en er is één punt wat we daar heel hard voor nodig hebben en dat is interconnectiviteit. Dat betekent dat we moeten zorgen dat we de hardware hebben om al die zaken ook effectief met elkaar te verbinden. En op dat punt was ik zeer blij om deze morgen, en het was ook al een beetje cryptisch omschreven in de septemberverklaring, aangegeven dat wij daar als Vlaanderen het plan hebben met de minister om effectief voorsprong op te nemen. Ik denk dat dat zeer belangrijk is. We moeten aan 3 voorwaarden voldoen, als je het mij vraagt. Het moet snel zijn. Het moet open zijn, wat betekent dat het ook goedkoper moet zijn. Dat we concurrentie kunnen toelaten op die open infrastructuur. En het moet inderdaad, zoals collega Botuin ook aangaf, een groot bereik hebben. Tot in de kleinste huiskamer in Vlaanderen. En dan de vraag aan de minister, kan u wat meer toelichting geven, concrete toelichting geven, over de plannen die u vandaag hebt aangekondigd? Minister Muiters. Dank u wel. En beide inleiders hebben het al wel wat gegeven. Waarom? Dat we die supersnelle digitaal netwerk dat we dan nodig hebben. Ik wil daar toch een paar voorbeelden, persoonlijke voorbeelden voor mensen aan toevoegen. Dat is als je thuis gaat werken en van thuis uit een vergadering wilt doen en je wilt dat doen met videostream. Ik weet niet of dat er van jullie dat al ooit hebben gedaan. Als je met meer dan 2 bent, wordt dat dan al heel moeilijk vandaag. Maar meer en meer mensen gaan dat doen. Als we het hebben over energie en op een verstandige manier energie te verbruiken in uw woning, dan gaat dat digitaal aangestuurd worden. Als je langer thuis wilt blijven, collega Diependalen zei het, met een sensor op uw lichaam en een streaming met uw dokter, heb je uw huisbezoek thuis zonder dat de dokter aanwezig is of zonder dat je als ouderling u naar de dokter moet begeven. We hebben het ook al binnen de bedrijven dat je het vandaag ziet, de Internet of Things. Dus binnen de bedrijven zijn daarin zeer belangrijk. Maar ik denk ook de augmented reality, waarbij een specialist een technieker op de vloer gaat bijstaan zonder dat die aanwezig is. En robotchirurgie op afstand is iets wat vandaag al bestaat. En als we verder gaan en we spreken over de zelfrijdende wagen, ook daar is de in- en uitstroom van gegevens fundamenteel voor de mogelijke realisatie daarvan. Als je mij vandaag vraagt, is er vandaag voldoende capaciteit? Dan zeg ik ja, vandaag is er voldoende capaciteit. Maar het is vandaag wel de moment om na te denken over wat we in de toekomst nodig hebben. En dan zet ik het in 4 punten. Collega Diependalen, u zei 3, ik noem er 4. Het eerste is effectief dat we op lange termijn voldoende capaciteit hebben en dus ook voldoende snelheid hebben. Het tweede is dat, en dat zeiden jullie beiden, dat alle Vlamingen ervan kunnen genieten. Het derde is dat het open is voor alle dienstverleningen. En dat is een hele belangrijke, omdat je zo ook zeker bent dat er voldoende innovatie op zal zijn. Dat die dienstverlening ook innovatief zal zijn. Dat je hier ook mogelijke dienstverleners naar Vlaanderen trekt om het uit te proberen, om het toe te passen op een grotere schaal. Maar ook, en dan antwoord ik ook op een van de vragen van collega Botuinen, om het betaalbaar te houden voor elke Vlaming. En dat is het 4e punt. En hoe gaan we dat nu doen? Ik ga verder gesprekken voeren met alle operatoren en kijken of dat zij met die 4 voorwaarden een systeem kunnen geven dat daaraan voldoet. Of, en dat is desnoods, als dat niet het geval is, wil ik verder kijken met Fluvius, met privépartners, met burgers, of we het dan zelf moeten doen als de privésector het onvoldoende of niet die 4 voorwaarden wil doen. Ik ga die gesprekken voeren, ik ga de mogelijkheden bekijken
En ik ga ervan uit dat we dan begin volgend jaar ten laatste een beslissing kunnen nemen. U vroeg wanneer ziet u die uitrol? Ik zou zeggen ten laatste binnen 15 à 20 jaar moet dan die supersnelle digitale netwerk bij elke Vlaming haalbaar zijn. En ik zou zeggen, wij hebben hier een unieke troef. En laat ons die niet laten voorbijgaan. We hebben een unieke troef, we zijn klein en dichtbevolkt. Dit maakt dat zo'n supersnel digitaal netwerk in Vlaanderen mogelijk is. Onze buurlanden, ik denk aan Duitsland, Frankrijk, zijn veel minder dichtbevolkt. Die kunnen die situatie zal daar veel duurder zijn en zal veel moeilijker te realiseren zijn. Wij kunnen hierdoor voor onze Vlamingen, maar ook heel duidelijk voor onze ondernemingen, een voorsprong nemen om u tegen te zeggen. En ik zou zeggen, laat ons ambitie hebben. Laat ons ambitie hebben om dat supersnel digitaal netwerk voor elke Vlaming te realiseren op een betaalbare manier. Meneer Diependalen. Nee, ik was eigenlijk aan het proberen dat we toch onze telefoon of onze iPad hier zouden mogen gebruiken, maar dat zal niet lukken. Meneer de minister, u geeft daaraan van thuis, als je achter je computer zit en er zit nog iemand op het internet. Ik heb 4 kinderen, die slagen erin om tegelijkertijd met de tablet spelletjes te spelen, telefoon, berichtjes te versturen en dan nog tv te kijken. Dus ik weet perfect waarover dat je spreekt. Ik denk dat we dit heel hard nodig hebben, want u weet allemaal, beste mensen, die vooruitgang die zorgt effectief voor een verhoogde levenskwaliteit. En we zullen afwachten wat de tussenkomsten zijn vanuit de verschillende fracties. Maar ik hoop inderdaad dat we voor dit plan de volledige steun krijgen van het Vlaams parlement. Dit geeft ons echt een voordeel, een kans om een voordeel te krijgen ten aanzien van heel wat andere landen in Europa. We gaan met dit parlement regelmatig gaan kijken in Estland, hoe ver zij staan met betrekking tot die digitalisering. En ik ben ervan overtuigd dat als we dit plan tot een goed einde kunnen brengen, dat we kunnen zorgen dat andere landen, andere parlementen, hier zullen kunnen komen kijken hoe wij dit aanpakken en hoe wij stappen vooruitgezet hebben, hoe wij een voorsprong genomen hebben met betrekking tot die digitalisering. Goed,